Ja, goedemiddag. Vandaag hebben wij de voorjaarsbesluitvorming afgerond, zoals dat in het Haagse jargon heet. Het gaat Nederland economisch gelukkig nog steeds goed, nog steeds voor de wind. En dat zorgt ook voor een aantal meevallers, maar uiteraard zijn er zoals ieder jaar ook tegenvallers. En aan ons was de opdracht om dat weer netjes in de boeken te verwerken en ervoor te zorgen dat die begroting netjes uitkomt te zien. En ik denk dat dat goed is gelukt. Daarbij is gekeken natuurlijk ook naar allerlei wensen die leven in de coalitie bij bewindspersonen. Prioriteiten die zijn benoemd. Kijken waar kun je geld voor vrijmaken en je tegelijkertijd realiserend dat de geldkraan verre van open staat. En de hoeveelheid geld beperkt is. Mede ook omdat we ons moeten blijven voorbereiden op economisch slechtere tijden. Die zullen op enig moment ook weer dreigen in de verre toekomst, hoop ik. Maar misschien ook wel naar nabijere toekomst, we weten het niet precies. Je moet altijd klaarstaan ook voor economische tegenwind. En economisch verstandig begrotingsbeleid slaagt er dan ook in om dat soort schokken, dat soort economische schokken dan ook weer op te vangen. Nou, over de inhoud kan ik verder niks zeggen, maar het goede nieuws is dus dat de uitgavenkant van de begroting voor volgend jaar daarmee die discussie is afgerond. En dat zult u natuurlijk dan te zien krijgen bij Prinsjesdag. En in de brief die begin juni naar buiten komt, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de wijzigingen via de voorjaarsnota, de wijzigingen voor het lopende jaar. Dat is altijd een normale procedure. Nou, verder is het zo dat u nog even zou moeten wachten op het totale pakket aan maatregelen waarmee het kabinet invulling gaat geven aan de urgenda uitspraak. We hadden wel al besloten, zoals u weet, om de vervroegde sluiting van de Hembergcentrale in Amsterdam aan te kondigen. Maar de rest van het pakket zullen we tegelijkertijd met de kabinetsreactie op het concept klimaatakkoord naar buiten brengen. Die twee pakketten, er eentje voor de wat kortere termijn, één voor de wat langere termijn, daar zit natuurlijk ook een samenhang tussen. En dat betekent dat we op deze manier een integraal beeld kunnen schetsen, zowel waar betreft het jaar 2020 als in dat klimaatakkoord het jaar 2030. Daarbij blijft het uitgangspunt dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn, met een evenwichtige verdeling van de lasten tussen mensen en de bedrijven. Tot slot, een grote aankondiging. Morgen is het Koningsdag. De koninklijke familie bezoekt dit jaar Amersfoort, maar natuurlijk is het in het hele land feest. Koningsdag is ook het begin van het meireces en dat betekent dat volgende week er geen ministerraad is. De volgende is weer op 10 mei en in de tussentijd zal ik zelf nog wel zichtbaar zijn natuurlijk op 4 en 5 mei, maar ook op 9 mei is in Sibiu in Roemenië een informele Europese top, Europese raad, waar wij informeel zullen praten over de agenda voor de komende jaren. Ook voorbereidend op de Europese raad in juni, waar dan ook daadwerkelijk die strategische agenda zal worden opgesteld voor de komende 5 jaar, dat is natuurlijk na de Europese verkiezingen.